Meneer Meins, afgelopen tijd heeft het CVB een aantal bijeenkomsten georganiseerd over de actuele financiële situatie van SVOPL en de consequenties daarvan. Waarom heeft het CVB dat initiatief genomen? De situatie waarin we in het land verkeren is een moeilijke. Dat geldt ook voor het onderwijs. En wij vinden dat als er zo'n negatief bericht de organisatie treft, dat we als CVB dat zelf moeten communiceren in de richting van de medewerkers. En waarom niet de directie zelf? Natuurlijk speelt de directie daar ook een rol in, maar meer aan de andere kant van het spectrum. De problemen die er zijn en geconstateerd, die moeten aangepakt worden. En om te voorkomen dat de directeuren of de rectoren in een dubbele positie komen, hebben we ervoor gekozen dat we als CVB zelf de boodschap brengen. En dat de rectoren en directeuren op hun eigen scholen gaan werken aan het oplossen van de problematiek. Het zijn verschillende rollen. Dat was nogal een tijdsinvestering. Achteraf blij dat u toch daarvoor gekozen heeft? Ja, het was inderdaad een tijdsinvestering, want we hadden 10 bijeenkomsten gepland, er zijn er 9 geweest, waar ongeveer 400 mensen geweest zijn in totaal, denk ik. Was heel intensief, heel vermoeiend, maar we zijn heel blij dat we het op deze manier gedaan hebben, want we hebben veel teruggekregen. Zoals? Zoals? Nou, we hadden zelf aangegeven wat de problematiek was en hoe wij aankeken tegen de manier waarop die opgelost zou kunnen worden. En eigenlijk is in alle bijeenkomsten zijn we in gesprek geraakt met de mensen die in de zaal zaten. En van alle kanten is er meegedacht. Bijvoorbeeld zijn er initiatieven geweest waarom gezegd wordt van misschien zouden we eens kunnen kijken of we tijdelijk kunnen afzien van het trekkingsrecht. Of misschien zouden we de opslagfactor voor docenten op de lestaak tijdelijk wat kunnen aanpassen, noem maar op. Dat zijn initiatieven die op dat moment door aanwezigen genomen zijn, soms ook door MR-leden. Die overigens niet zomaar kunnen worden doorgevoerd, want het zijn onderdelen van het taakbeleid of van de CAO. Dus daar moeten we nog over nadenken wat we daarmee mee doen. Dat moet leiden tot een bezuiniging van 2,1 miljoen op een begroting van 48 miljoen. Wat zijn de maatregelen die het CVB zelf bedenkt? Nou, ik denk dat een van de maatregelen waar heel veel over te doen is op dit moment, is de tijdelijke reductie van de benoemingsomvang. Dat is een maatregel die komt uit onze koker. Dat is overigens iets wat al onderdeel was van het taakbeleid van SVOPL. Waar we het vorig jaar ook met de vakbonden over gesproken hebben. En de mogelijkheden die daarin staan, die hebben we wat verbreed. En de achtergrond daarvan is dat als mensen bereid en in staat zouden zijn om tijdelijk hun eigen benoemingsomvang wat te verkleinen, zonder dat het tot een vacature leidt, dan is dat meteen financiële winst. En omdat je dat dan spreidt over heel veel mensen, op heel veel locaties, kan je dat ook goed sturen met de andere organisatorische maatregelen die je neemt. En de kern van wat wij willen is dat we de reductie waar we voor staan, dat we die zonder gedwongen maatregelen realiseren. En op deze manier zou dat heel goed kunnen. En dat we die realiseren zonder dat het leidt tot werkdrukverhoging. Wat is het voordeel voor iemand die daarvoor kiest? Het voordeel voor iemand, dat is dat hij een stuk vrije tijd krijgt. We hebben gezegd van dat mag maximaal 40% zijn van je benoemingsomvang. Hè. Voor iemand met een baan van 1 FTE is dat dus 4 dagdelen waar je het over hebt. Het salaris wat men daarvoor inlevert is ongeveer de helft van wat je feitelijk kwijt zou. Dus het is in die zin een aantrekkelijk voordeel dat je 40% vrije tijd krijgt met ongeveer 20% minder salaris. Dan worden ook wel de mensen die een tijdelijke aanstelling hebben, die worden best getroffen. Helaas is dat zo. In die zin dat het onderwijs, niet alleen in het onderwijs, maar in ieder geval ook in het onderwijs, gewoon heel gebruikelijk is dat als er de nood aan de man is, dat in eerste instantie tijdelijke contracten niet verlengd worden. Daar wil ik overigens wel een kanttekening bij maken, want we hebben nogal wat mensen in tijdelijke dienst die ofwel benoemd zijn als enige docent in een bepaald vak. En dan kun je wel zeggen, een tijdelijk contract kan niet verlengd worden, maar dan heb je ook geen docent meer voor het vak. Dus in dat geval geldt die regel niet. En er zijn ook mensen die in tijdelijke dienst benoemd zijn, omdat ze bijvoorbeeld op projectbasis benoemd zijn. En als die projecten doorgaan, dan is er in eerste instantie misschien ook wel mogelijkheid om de tijdelijke contracten die daarmee samenhangen ook in stand te houden. Wat is nu het vervolg? Het vervolg is dat we het geheel van maatregelen dat we, overwegen, dat hebben we in een notitie vormgegeven. Die notitie bespreken we in 2 bijeenkomsten met de vertegenwoordigers van de centrales. Daar zijn ook de leden van de PGMR bij aanwezig.
We hebben die maatregelen, die mogelijke maatregelen, ook besproken met de directieraad en met de PNO'ers. Het leidt tot een informeel overleg met de vertegenwoordigers van de centrales. Om te kijken van waar zitten we en welke kant gaan we uit. Dat uiteindelijk uitmondt in een formeel DGO op 27 maart. En dan hopen we dat we op dat moment ook meteen overeenstemming bereiken over de maatregelen. Zodat we... anders dan dat op dit moment het geval is. Hè. We hebben ze bekendgemaakt, maar dat is allemaal heel voorlopig. Maar dan kunnen we precies zeggen wat de spelregels is en ook echt afspraken gaan maken met mensen. En ik hoop heel erg dat we dat eind maart gerealiseerd hebben. Oké, dank u wel.